Mensen die hun verbruik van nabij opvolgen, die gaan zien dat het bedrag op je factuur eigenlijk niet overeenstemt met dat werkelijke verbruik. Jordi, hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat klopt inderdaad. We kregen daar ook al verschillende getuigenissen over. Zo was er onlangs een abonnee die ons erop wees dat hij in juli 5 kilowattuur aan elektriciteit had verbruikt, maar op zijn factuur werd 250 kilowattuur voor die maand aangerekend. Nu, als je een variabel tarief hebt, dan gaat de leverancier jouw verbruik per maand gaan bepalen om daar de juiste prijs te kunnen aankoppelen. Maar met een analoge meter geef jij natuurlijk maar één keer per jaar jouw meterstand door. De leverancier weet dus niet hoeveel jij elke maand werkelijk hebt gebruikt. En daarom gaat hij gebruik maken van theoretische verbruiksprofielen om dat verbruik te verdelen over de verschillende maanden. Maar veel mensen hebben een digitale meter en dan ken je toch je verbruik exact per maand en de leverancier kent dat ook. Ja, dat klopt. Met een digitale meter wordt het verbruik dagelijks correct geregistreerd. Het vreemde daar is dat men toch ook nog gebruik maakt van die verbruiksprofielen. Wat natuurlijk absurd is, aangezien men jouw werkelijke verbruik kent. Maar dat heeft alles te maken met vertragingen bij de netbeheerder Fluvius in het softwaresysteem om die gegevens door te sturen naar de leverancier. Ja, volgens de Vlaamse regulator die Fluvius daarvoor al op de vingers heeft getikt, zou dat tegen 1 april 2023 toch in orde moeten zijn. Maar dus stel, Jordi, ik ga de winter in het zuiden van Spanje doorbrengen, dus neem nu december, januari, februari, mijn verbruik is nul, maar ik ga dan toch betalen voor die maanden. Ja. Wel, natuurlijk, je zal niets verbruiken tijdens die maanden, dus jouw totale verbruik zal wel dalen en op die manier wordt het wel weerspiegeld in jouw factuur. Maar je zal inderdaad tijdens die maanden ook een verbruik te zien krijgen op jouw factuur, ook al was je op dat moment op vakantie. Dat is natuurlijk vreemd en volgens ons kan dat niet. Hè. Het is absoluut noodzakelijk dat als je een digitale meter hebt, dat je ook wordt afgerekend op basis van het werkelijke verbruik. En ga je dan enkele maanden op vakantie, dan is dat verbruik natuurlijk veel lager. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website.